Drie bekende passagiersschepen, de Rotterdam, de Statendam en de Nieuw-Amsterdam, voeren deze dagen door de straten van hun thuishaven. De Rotterdammers zagen de schepen onder andere langs het stadhuis op de Coolsingel glijden. De bijzonder fraaie modellen werden vervoerd naar het terrein van de Floriade, waar ze in de komende maanden een bezienswaardigheid zullen zijn. Eén van de vele die deze grote internationale tuinbouwtentoonstelling langs de Maas en rond de Euromast zullen verlevendigen. In tegenwoordigheid van meer dan 1000 genodigden, onder wie de minister van Landbouw en Visserij meester Marijnen en de oud-minister-president professor Beel, opende prinses Beatrix de Floriade door het in beweging stellen van een grote zandloper die bij de ingang van het terrein zal worden geplaatst als symbool van de wenteling der tijden en van de historie. Hare Koninklijke Hoogheid wandelde vervolgens door de schitterend aangelegde parken en tuinen naar de Euromast, de 115 meter hoge betonnen paal die het terrein domineert. Staande op de top heeft men een prachtig uitzicht over stad, haven en wijde omgeving van Rotterdam en over de Floriade. Ondanks het minder fraaie weer genoot de prinses zichtbaar van het unieke panorama. Ook op andere wijze kan men de Floriade in vogelvlucht bewonderen. Namelijk uit een der gondels van de kabelbaan die het tentoonstellingsterrein door de lucht verbindt met de Ahoyhal. Ook deze is een onderdeel van de expositie. Hierin zullen in de komende maanden telkens andere gewassen te pronk staan voor de 3 tot 5 miljoen bezoekers die de organisatoren op deze indrukwekkende tuinbouwtentoonstelling verwachten.